Het Q-Hotel. Get in bed for peace. Hi. Hi. Welkom in het Q-Hotel. Dankjewel. Wat vind je ervan tot nu toe? Ja, te gek. Ja? Ja, echt helemaal te gek. De hele sfeer is helemaal goed. Ja? Het is allemaal goed verzorgd. De muziek is goed. Het is leuk om eens een keer te zien hoe het een beetje aan de gang gaat bij Q-Music. En wie heeft er gewonnen van jullie twee? Ik. En toen dacht ik, neem hem mee. Ja, dat is mijn man, dus... Ja, je had ook niet veel anders gekund, hè, jongens? Nee, precies, ik moest wel. Hey. Hi! Wat vind je van het Q-Hotel tot nu toe? Tot nu toe, muziek helemaal top. En het allerbeste, de paracetamolletjes op het hoofdkussen. Maar even kijken, ga je die nodig hebben? Wat heb je? Ja, ik ben nu al aan de drank. Ja, dit is de wereldberoemde Q-cocktail. Het is de eerste, schiet nog niet heel erg op, maar gaat lekker naar binnen zo direct. Jullie slapen in het Q-Hotel? Ja. Wat vind je ervan tot nu toe? Nou, hartstikke leuk. Waarom? Waarom? Omdat het allemaal heel goed geregeld. Ja? Ja, het eten is lekker. Paracetamol die alvast klaar ligt. Ja, daar beginnen dus heel veel mensen over die paracetamol. Gewoon een colaatje hoor. Ja. Gaat dat nog veranderen vanavond of ben je echt zo netjes? Wie weet, op morgen. Ja. Je komt zondag thuis en wat zeg je dan tegen iemand? Wat is nou het Q-Hotel? Geweldig. Echt, want het ziet er niet heel goed uit. Matje, bij de douche, alles. Ja hoor. Hi. Je bent net op de foto gegaan? Ja. En welk attribuut? Je hebt een gitaar meegepakt? Ik heb een hele mooie gitaar en hij heeft een mooie pruik op. Ja. Ja. Hoeveel geld heb je ervoor gekregen om die pruik op te zetten? Hoeveel geld ik ervoor heb gekregen? Ja. Niks eigenlijk, maar ik geef wat voor het goede doel. Dus dat is helemaal goed. Precies. Want iedere selfie is geld waard, hè, als je hem uploadt? Ja, die is een euro waard voor het goede doel Masterpiece. Ja. Dus waarom niet? Wat ben je goed op de hoogte? Ja. Ja, Wietse de Jager staat op dit moment achter de bar. Ik heb hier een klant, wat ga je bestellen? Een wit wijntje. Een wit wijntje? Ja. Droog of zoet? Droog, absoluut. Wij hebben vorige week geleerd dat droog staat dus op een bierveeltje. Want weet je wat de slogan is? Nou? Hoog. En droog. Hij is leuk. Wiets, deze mevrouw wil graag een wijntje. Alsjeblieft, mevrouw. Ja, en dit was niet eens ingestudeerd. Zo snel gaat het in het Q-Hotel. She's on fire, she's every man's dream and my desire. She's like the candy, like your daddy told you.